Tot nu toe hebben we in hoofdstuk 5 gezien dat die vroegmoderne tijd een heel andere tijd wordt dan de middeleeuwen. En ook op het gebied van het geloof veranderen er een aantal belangrijke dingen in West-Europa. Er komt namelijk een splitsing binnen de christelijke kerk. Voortaan zijn er katholieken en protestanten. En even voor de duidelijkheid, want die verwarring die merk ik bij mij in de klas nog wel eens, katholieken en protestanten zijn allebei christenen. Ze geloven allebei in dezelfde God, ze doen dat alleen op een iets andere manier. En waarom ze dat op een andere manier doen en wat de verschillen dan zijn, daarover gaat deze paragraaf. De Reformatie dus. De katholieke kerk was gedurende de middeleeuwen steeds belangrijker geworden. De paus en de bisschoppen bepaalden de regels van het geloof, zij zeiden hoe er geloofd moest worden en de gewone gelovigen die hadden naar die geestelijkheid te luisteren. En de kerk droeg ook iedere keer uit naar het gewone volk: wij zijn nodig om voor jullie contact te leggen met God. Dat kunnen jullie niet zelf, jullie moeten naar onze regels luisteren. En ook die humanisten die we in paragraaf 5.1 hebben gezien, die waren ook nog steeds heel diepgelovig. En een van die diepgelovige humanisten was Erasmus. Hij was een van de grootste geleerden uit zijn tijd. En hij ging niet alleen die werken van die oude Grieken en die Romeinen bestuderen, maar als diepgelovig christen ging hij de Bijbel goed bestuderen. En hij kwam er langzamerhand achter dat die Bijbel die in de middeleeuwen veel gebruikt werd, de Latijnse Vulgaat, dat daar fouten in stonden. Hij ging die middeleeuwse Bijbel namelijk leggen naast nog oudere versies van de Bijbel, die bijvoorbeeld in het Grieks geschreven waren. En hij kwam erachter dat er in die middeleeuwen dingen in die Bijbel stonden die er eerst niet in hadden gestaan. En die fouten die moesten eruit. Bovendien zag hij allerlei andere zaken in de kerk spelen waar hij het niet mee eens was. Waarvan hij vond dat die niet paste bij het geloof. En Erasmus was niet de enige die dat zei, want bijvoorbeeld ook Maarten Luther en Johannes Calvijn hadden kritiek op de kerk. Die zeiden dat het niet helemaal meer klopt. Nou, wat vonden zij dan niet goed? Ten eerste vonden zij dat de kerk niet meer bezig was met het geloof, maar dat er in de loop van de eeuwen allerlei zaken bij waren gekomen die niet in de Bijbel stonden en die dus bijgeloof waren. Verering van allerlei heiligen bijvoorbeeld. Er stond niks over in de Bijbel, maar het gebeurde wel op grote schaal in heel Europa. En die drie humanisten die vroegen zich af, waarom? Dat is toch helemaal niet nodig? Als het niet in de Bijbel staat, dan hoeft het niet te gebeuren. Bovendien zagen zij dat veel geestelijken ook vooral bezig waren met geld en met roem. En een heel specifiek punt waar zij kritiek op hadden, was de handel in de zogenaamde aflaten. Als je een zonde had begaan als christen, dan moest je daar boete voor doen. Want als je dat niet deed, dan kon je niet meer naar de hemel gaan. En als jij boete had gedaan voor een zonde, dan verkreeg jij een aflaat. En steeds vaker kwam het voor dat mensen die aflaat gewoon konden kopen, in plaats van dat ze er echt boete voor moesten doen door middel van bidden of door middel van op bedevaart gaan bijvoorbeeld. En Erasmus, Luther en Calvijn vonden dat absoluut niet kunnen. Je kon je geloof, je plek in de hemel niet kopen. En zij zeiden dus, hou op met al die zaken, ga gewoon terug naar de basis. En wat is dan die basis? Dat is de Bijbel. Daarin staat precies hoe Jezus geleefd heeft en daarin staat dus ook precies hoe er geloofd moet worden. En wat al die geestelijken er dan in de loop van de tijd bij hebben bedacht, ja, eigenlijk slaat dat helemaal nergens op en eigenlijk zijn die geestelijken ook helemaal niet nodig. Als je de Bijbel maar kunt lezen, als je die maar volgt, dan kun je goed geloven. Dat was de opvatting van zowel Erasmus, Luther als Calvijn. En daarom zeiden zij dus ook, die kerk zoals die nu is, die moet hervormd worden. Die moet anders. We moeten terug naar waar het echt om draait. We moeten terug naar de basis van het geloof. Maar daarmee gingen zij dus regelrecht in tegen de organisatie van de hele katholieke kerk. En doordat zij dat zo fanatiek deden, ontstond er in West-Europa een breuk binnen de christelijke kerk. Er kwam een scheiding tussen de katholieke kerk en de niet-katholieke kerk, de protestantse kerk. En binnen die beweging van protestanten waren Luther en Calvijn de leidende figuren. Erasmus niet. Erasmus had wel heel veel kritiek op de kerk, maar uiteindelijk bleef hij de paus en de katholieke kerk gewoon trouw. Maar goed, een scheiding dus tussen katholiek en protestant. En wat zijn dan precies de verschillen tussen die twee geloven? Nogmaals, ze hebben dus dezelfde uitgangspunten, ze geloven in dezelfde God, het zijn allebei christenen, maar ze doen dat dus op een andere manier.
En we zullen eens even die geloven op de belangrijkste punten gaan bekijken. De katholieken vinden dat de paus de leider is van de kerk. De protestanten, die zeggen dat er geen aparte leider van alle protestantse groepen hoeft te zijn. Binnen een protestantse groepering is er wel vaak een leiding, een zogenaamde synode. Maar één iemand die over het hele protestantse geloof beslist, nee, die is er dus niet. Een gevolg daarvan is dus ook dat er binnen dat protestantisme nog allerlei verschillende groeperingen zijn met verschillende opvattingen. We zullen dadelijk ook de verschillen tussen Luther en Calvijn even op een rijtje zetten. Maar goed, eerst even terug naar de verschillen tussen katholiek en protestant. De katholieken vinden de geestelijke dus heel erg belangrijk. Zij maken een duidelijk onderscheid tussen geestelijke en leken, mensen die dus geen officiële functie binnen de kerk hebben. De protestanten zeggen dat er geen geestelijke hoeven te zijn, behalve dan het ambt van een predikant. De rest kan allemaal door iedereen ingevuld worden, als je maar gelooft. De katholieken zeggen dat geestelijken niet mogen trouwen. Nou ja, Luther vooral, die vond dat dus onzin. En die zei dan dus ook, geestelijke predikanten die mogen gewoon trouwen. En dan de kerkdiensten. Er is een groot verschil tussen katholieke en protestantse kerkdiensten. In de kerkdiensten van de katholieken staat de eucharistieviering centraal. Oftewel het hele herbeleven van de dood en de herrijzenis van Christus. Denk hierbij aan het halen van de hostie tijdens de mis. Voor de protestanten was dat niet het belangrijkste. In de protestantse kerkdienst staat de preek van de predikant over een bijbeltekst centraal. En hier zie je dus heel duidelijk in terug dat die protestanten zeggen, je moet gewoon uitgaan van die bijbel en niet uitgaan van een zelfverzonnen eucharistieviering. Nou, en in de katholieke kerk zijn die geestelijken dus heel hard nodig, vindt men. Net zoals dat heiligen altijd een belangrijke rol hebben gespeeld in het geloof. Geestelijke en heiligen, die leggen eigenlijk contact tussen de gewone gelovigen en God. En een gewone gelovige kan dus niet zonder geestelijke en heiligen. En de protestanten die zeggen dus, nee, geestelijke en heiligen zijn helemaal niet nodig. Want iedereen kan zelf zijn weg naar God vinden. Door maar gewoon te geloven. Nou, zet eventueel het filmpje nog even op pauze. Om eens rustig naar die verschillen tussen katholiek en protestant te kijken. Dan gaan we daarna weer gewoon verder. Om eens even te kijken naar de verschillen binnen die protestantse groep. Want Luther en Calvijn deelden heel veel opvattingen met elkaar. Maar over een aantal zaken dachten zij ook anders. En hier zien we Europa aan het einde van de 16e eeuw. En die kleuren op het kaartje die geven aan welk geloof er dominant is in een bepaald gebied. En het gele gebied is het gebied waar de bevolking vooral Rooms-Katholiek is. Het blauw-groene gebied is het gebied waar men vooral de ideeën van Maarten Luther aan ging hangen. En het bruine gebied, dat zijn gebieden waar de ideeën van Johannes Calvijn heel veel aanhang kregen. Nou, dan halen we ze er weer even bij, die Luther en die Calvijn. En dan zullen we eens even gaan kijken naar wat de verschillen tussen hun nou precies zijn. Nogmaals, de overeenkomsten, die zagen we eigenlijk op de vorige dia staan. Nu even de belangrijkste verschillen. En die zien we op een drietal punten. Ten eerste, die kerkdiensten. Die zijn in een protestantse kerk dus sowieso veel soberder dan in een katholieke kerk. Want Luther zegt heel duidelijk, die verering van reliquieën en heiligen, dat is allemaal bijgeloof, dat is allemaal niet nodig. Dus we hoeven geen beelden van heiligen in de kerk te hebben staan. En we hoeven geen overblijfselen van die heilige reliquieën in een kerkgebouw te hebben. Dat leidt allemaal alleen maar af van de boodschap waar het echt om zou moeten draaien. Nou, Calvijn die vond dat ook. Maar Calvijn ging nog een stapje verder. Calvijn was veel strenger. En misschien als je zo eens naar die twee foto's van die twee mannen gaat kijken, en je zou er één moeten kiezen om uit te nodigen op je feestje, ja, dan zou ik toch kiezen voor Maarten Luther, die ziet er net wat gezelliger uit. Calvijn is veel strenger, want die zegt dus, verering van reliquie en heiligheidsbijgeloof, wat heb je ook niet nodig in een kerkgebouw, dat is het branden van kaarsen, muziek door middel van orgelspel, hoeft ook allemaal niet. Want dat leidt allemaal alleen maar af van de boodschap waar het om draait. Een tweede punt waarop Luther en Calvijn van elkaar verschillen, is de manier waarop men volgens hun in de hemel terecht kan komen. Hoe men in de genade van God kan vallen. Luther zegt, je kunt alleen maar in de hemel komen door echt oprecht te geloven in God. Dus niet door het doen van allerlei goede daden, of door dus bijvoorbeeld die aflaten te kopen.
Nee, je moet gewoon oprecht geloven. En als God dat ziet, kom je in de hemel terecht. Calvijn die denkt er heel anders over. Calvijn die gelooft in de zogenaamde predestinatie. Je lot ligt van tevoren al vast. God heeft al lang bepaald of jij naar de hemel gaat of dat jij naar de hel gaat. En daar heb je als mens geen invloed op. Het enige wat jij kunt doen, zegt Calvijn, is door goed te leven en dus oprecht te geloven, te laten zien dat jij uitverkoren bent om naar de hemel te gaan. En het laatste punt waarop Luther en Calvijn van elkaar verschillen, is in zekere zin ook een politiek punt. Dat draait om de rol van de vorst binnen het geloof. Waarom kon een man als Maarten Luther eigenlijk bijna in zijn eentje in eerste instantie tegen die hele machtige organisatie van de katholieke kerk ingaan? Omdat hij bescherming kreeg van een aantal vorsten. Want wat zei Maarten Luther namelijk? Een vorst mag altijd het geloof voor zijn onderdanen bepalen. Wiens gebied, diens gebed. Oftewel, wie er de baas is in een gebied, die bepaalt dus ook welk geloof er in dat gebied wordt nageleefd. En een aantal vorsten die zagen dat wel zitten. Want daardoor werden zij onafhankelijker ten opzichte van de paus. En dat is, zoals we in het vorige hoofdstuk ook hebben gezien, denk terug in die investituurstrijd, toch een heikel punt bij een aantal vorsten in Europa. Nou, Calvijn die kijkt er weer iets anders tegenaan, tegen die rol van die vorst. Calvijn die zegt namelijk dat niet de vorst dat mag bepalen, maar iedere individuele gelovige. Die mag zelf zijn geloof bepalen. En als een vorst dat niet toestaat, zegt Calvijn, dan mag een gelovige of dan mag een volk tegen die vorst in opstand komen. En we zullen in de volgende paragraaf gaan zien dat dat ook precies is wat er gebeurt in de Nederlanden, waar een groot deel van de bevolking Calvinistisch is geworden.